Yo kijkers, verjaardagvideo van Tuur, die is 17. En het mooie is, we zijn in Kroatië, we zijn in Opatija en daar waren we 9 jaar geleden ook. En wie werd hier 16? Ja, Ties. En we hebben een speciale verrassing voor hem en dat gaat hij in deze video ontdekken. Woo! Let's go! En jullie? Ja, goedemorgen mensen. Het is geen 10 uur, het is boven de 30 graden al. Dit is ons uitzicht, we gaan naar de beach. Tuur gaat al zwemmen. Het is nog amper 10 uur en go! Oh, met de walvis! Met de walvis? Ja. Zo, lekker! Ja, zeker. Goedgekeurd. Goedgekeurd. Ochtendduik. Nu naar het strand. Nou, we gaan hier ergens zwemmen. Ja, super mooi hier. Opatija Riviera noemen ze het. Hoe is het met de jarige? De bijna jarige. Ja, hier 9 jaar geleden ook met Ties gedaan. Toen hij 16 werd. En morgen wordt Tuur 17. Nou, morgen misschien dat doen voor Tuur zijn verjaardag. Hij weet nog van niks. Tuur zullen we morgen voor je verjaardag doen. Zo ja. Ja? Zou je dat durven? Ja joh. Zou je het leuk vinden? Zeker. Dan gaan we dat doen. Bijna 17 hè? Zeker. Fris gedoucht. Lekker eten, chap chap. Yes. Rijeka op de achtergrond. Hey, besef even, dit is gewoon de laatste keer dat ik avond eet als 16-jarige. Wow, joh. Morgen verjaardag. We gaan vertorben. Hallo, kijk eens naar het vogeltje. Proost! Op een mooie locatie en op de zoon die morgen 17 wordt. Wow, het worden we oud jongens. Ja, we hebben dus een verrassing voor Tuur en Petto als hij morgen 17 wordt. We gaan, ik ga parasailen met hem. Net zoals ik 9 jaar geleden heb gedaan met Ties, toen Ties 16 werd, ook hier in Opatija. En Tuur komt er zo aan, komt hij ook eens drinken hier. Proost! Cheers. Op de bijnajarige Job. We gaan dus morgen om 11 uur parasailen. Ja, lekker man. Lekker man. Ja. We gaan verder. Kijk eens wat een mooie tent. Het is een pittige klim terug naar boven naar ons hotelletje. Proost, laatste keer. Proost. Als 16-jarige proosten. Waterfles. Kijk eens wat een view, man. Jij bent er meer hype over dan ik. Ja! Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. Morgen zingen we echt. Gefeliciteerd! Dankjewel. Oh. Ben ik de enige die echt denkt dat 16 gewoon klinkt als een broekie? En 17 gewoon ouder klinkt of zo, ja. Ja, nu ben je officieel wel oud en volwassen. Nee, dat valt nog wel mee. Dat denk ik toch niet. Welterusten en tot morgen. Ja, goedemorgen mensen. De nieuwe dag is aangebroken, de verjaardag van Tuur. En het wordt weer een stralende zomerdag hier. Het is alweer 30 graden en het is 9:30. Nee, het is 9 uur. En ja, we gaan cadeautjes uitpakken. Eerst met Tuur aan het ontbijt. En dan gaan we parasailen. Leven lang zal leven in de gloria. Lieve de Piet! Hoera! Lieve de Piet! Hoera! Lieve Piet! Hoera! Cadeautjes! Ah. Straks gaan we vliegen, hè?
zeker. Cadeau nummer 1. Ah. Ah. Een pakje van 6 uur. Een mooie nieuwe pet. Ah. T-shirt 1, goedgekeurd. En klaar om naar het strand te gaan. Hallo. Hi, dat is Ties. Hoera! Hey! Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. We hebben een verrassing voor hem. Want toen jij 16 werd, zijn we hier gaan paraceilen, Ties. En nu wordt hij 17, nu gaan we met hem paraceilen. Nu, over 5 minuten. Jazeker. Ja, dat is wel ziek. Oprecht. En ook gewoon bijna op hetzelfde jaargetij. Echt super ziek. Nee, alleen jij 9 jaar eerder. Ja, het is aan de lijn om Tuur te feliciteren. En wij gaan nu dus paraceilen. Over 5 minuten gaan we de lucht al in. You're excited? Zeker, altijd. Ja. Ja, daar ligt hij klaar hoor. Klaar voor? Zeker. Ja, ja, ja. Het gaat helemaal goed komen. Daar ligt hij. Ja, ja, dezelfde boot als 9 jaar geleden met de vlucht van Ties. Paraceilen met dezelfde man. Kijk maar even op deze oude beelden van toen. Nu ga ik met Tuur dus. Nou, doei! Kijk naar links. Hey! Hey! Nou, wat een view. Ja, zeker joh. Oh, daar gaan we weer. Ja.
lekker. Ja. Yeah. Ik kwam al mid-flight achter dat mijn clipje aflossen. Wat? Ja, ik zei toch op een gegeven moment tegen jou echt drie kwart in onze vlucht. Maar ja, dit clipje zit niet eens goed vast. Oh. Ja. Nou ja, we hebben het overleefd. Ja. Nou, was weer een topervaring toch? Ja. Het was supermooi. Hè? Het was spectaculair. Hopla! Afkoelen. Aan de koffie op de heetste dag van deze week. Ik denk dat het nu 34 graden is. We zijn dus één week hier in Opatja. We gaan volgende week nog een week naar Porridge. Maar dit is een speciaal verjaardagsvlog. Dus er komen nog meer vlogjes. Proost. Proost. 17-jarige. Mooi. Op het feestje van de jarige. Tuur krijgt de turnlessen van moeder. Ik zit hier lekker in een schommelbankje. Nog een kunstje. Hè? Kop staan. Mooi kunstje. Ja, trucje. De wereld op zijn kop, ik ga op zijn. Kijk, oh, kijk goed te vast. Het is geen klein mannetje meer van vroeger. Oh, meer kilo's. 3, 2. Nou, voor het eerst dat ik een video aan het editen ben op vakantie. Het is de video die je nu aan het kijken bent, de verjaardagsvideo van Tuur. Want die wil ik snel online hebben, want hij was gisteren jarig, vandaag editen en jij ziet hem nu al. Zo, we zijn onderweg naar een restaurant en we gaan lekker iets eten. We gaan hier iets eten. Gezellig. Oh, bij de keuken. Kijk eens, wat een mooie plek. Proost. Op 10-17. Jee. Op nog vele jaren. Kijk eens, bij de keuken. Risotto. Makkelijk, heerlijk. Shells. Oh, Lambo. Nou, we hebben lekker gegeten daar. Kijk, suppen met lampjes eronder. Het is allemaal mogelijk. In Kroatië. Nou, zeg maar hoor. Zeg wat. Kijk, ze lachen. Ha. We hebben een leuk feestje voor Tuur hier bij elkaar verzameld. Maar het is eigenlijk wel heel gezellig. Summer Café. Summer Garden, ja. Summer Garden. De party met Tuur. Nou, dat was de video alweer. Ik hoop dat jullie daar een beetje van genoten hebben. Ik ben eindelijk 17 en ja, we gaan daar nog gewoon een hele leuke vakantie van maken. En het komt helemaal goed. Blijf onze video's even checken. En ja, tot de volgende keer. Bij de volgende vakantievlog vanuit Kroatië.